Welkom allemaal. Welkom op Cement & Draai in Oosterwolde. Wij zijn hier in dagbesteding voor mensen met niet aangeboren hersenletsel. Dit weekend mogen wij meedoen met rondje kunst hier op de Veluwe. Dit doen wij dit jaar voor het eerst. Onder andere Ton Stevens is hier cliënt bij ons en maakt de meest prachtige dingen met metaalbewerking. Ook is een cliënt van ons, Bert Stellingwerf, altijd heel erg druk in de weer met het maken van mooie aquarellen. En zo spenderen hun een dag hier met de dingen te doen waar hun heel veel van houden. Tevens hebben wij boven op onze slaapkamers schitterende kunstwerken hangen van allemaal kunstenaars hieruit directe omgeving die een prachtig schilderij ter beschikking hebben gesteld van onze mooie boerderij. Deze schilderijen bevatten allemaal een Bijbelse betekenis wat voor ons heel erg belangrijk is. Het omzien naar een ander, het liefhebben van een ander. We staan hier voor een prachtig schilderij van Geertje Kroeze. Die heeft ze beschikbaar gesteld voor onze voor de stichting en het vertelt het verhaal van de schepping. Dit zijn aquarellen van Bert Stellingwerf. Die komt hier om in alle rust te schilderen, te tekenen. En hij geniet daar zo van. Hij wordt daar helemaal rustig van. En hij heeft daarin echt zijn draai gevonden. En hij maakt nog hele mooie dingen ook. Deze kunstwerken, deze, die en die, zijn helemaal handgemaakt door Ton Stevens. Ton Stevens deed in het verleden ook altijd mee met rondje kunst, maar mag dat nu op deze manier op deze plek exposeren. We zijn echt heel erg trots op Ton en al zijn mooie werk. Welkom bij mijn atelier. Ik ben Christa van Orrel en ik heb hier in Oosterwolde mijn atelier. En samen met Willeke Klaassen exposeer ik dit weekend, zaterdag en zondag. Ja, laten we zien wat we natuurlijk in huis hebben, wat we gemaakt hebben. En dat is heel diverse kunst. We maken heel verschillend werk, maar het past ook wel weer heel goed bij elkaar. Willeke Klaassen is ook een kunstenaar, die komt uit Hattem. En zij werkt heel veel met textiel. Zij werkt met ecoprinten, bladeren uit de natuur, die worden afgedrukt op stof. En daarop borduurt zij of gebruikt ze andere stoffen. En ja, het lijkt een beetje op fossielen eigenlijk, daar verwijst het naar. Maar iedereen mag daar zijn eigen interpretatie aan geven. Maar ze doet ook veel met vilt en vooral met textielkunst. Ik ben vooral geïnteresseerd in menselijke onderdelen combineren met natuur. En een beetje rariteiten vormen dat, waarin ik heel graag wil laten zien dat we wat dichter bij de natuur zouden moeten zijn. Nou, dit kunstwerk is een beetje het beginpunt van mijn ideeën. En ik was heel geïnteresseerd in dat je natuurlijk natuur kunt enten en weer eigenlijk nieuwe dingen kunt laten ontstaan. En zo was ik vooral geïnteresseerd ook in wat kun je eigenlijk als mens manipuleren in de natuur. We zijn daar natuurlijk heel veel mee bezig en daar worden natuurlijk ook best wel gekke dingen dan uiteindelijk als we natuur met mensen combineren. En dat vind ik heel spannend om daar iets van te laten zien. Hoe ziet de toekomst er dan uit van mens en natuur? Komen we dan dichter bij elkaar of groeien er dan hele bijzondere dingen in kastjes die in huis staan? Dat is een beetje mijn idee wat ik wil laten zien. Ja, we staan hier in de tuin. Hier zijn een aantal beelden en dat zijn grote ruimtelijke beelden die ik gemaakt heb. Het heet Mensennest, allebei heten ze mensennesten. En dat gaat eigenlijk ook weer over de natuur en mens, dat we daar natuurlijk ook wel een beetje van ver van verwijderd zijn. Maar eigenlijk ook wel wil ik het begrip laten zien van het schuilen en het beschermen en natuur. Combinatie tussen wonen, mensen en het veilig in zo'n cocon wonen. Ja, deze beelden, dat zit wel echt in mijn hoofd. En dan is het de uitdaging om het ook echt zo daadwerkelijk uit te voeren. Maar hier zie je heel duidelijk die overgang van mens die overgaat in natuur. En dat vind ik heel spannend, alsof we ze eigenlijk als mens op zouden gaan in natuur. Ik denk ook dat we dat doen uiteindelijk. We zijn ook natuur. Maar het verwijst ook wel een beetje naar die mythologische verhalen van Daphne die uiteindelijk ontaart in een boom. Dat vond ik altijd een heel inspirerend verhaal, een mythologisch verhaal, wat ik ook in mijn werk laat zien.
Maar in dit werk met het combinatie van de vrouw die in een boom verandert. En ze staat natuurlijk in een boom, maar ze heeft ook een ei om in te schuilen in die natuur. Nou, mijn werk is niet per se heel toegankelijk om boven de bank te hangen, zeg maar. Maar dat is ook niet echt het doel van het maken van mijn werk. Ik vind het heel belangrijk om iets te vertellen in mijn werk over hoe ik naar de wereld kijk. Ja, naast ruimtelijk werk maak ik ook schilderijen. En in mijn schilderwerk laat ik vaak eigenlijk dode vogels zien. Ik vind dat wel, die heb ik gevonden, deze zwanen in de sloot. En die fotografeer ik dan en daar maak ik dan een schilderij van. Ik vind het wel spannend, dat soort dier eigenlijk herkent het wel dat het een zwaan is, maar eigenlijk ook weer niet. En het gaat ook over vergankelijkheid van het leven. In dit...